Het gewezen DNA en VHP-lid Shailendra Giriasingh is vandaag gecremeerd te weg naar zee. Onder grote belangstelling is er afscheid genomen van Giriasingh, die door velen wordt getypeerd als een sociaal bewogen mens en een familieman. De uitvaartdienst is gehouden in het VHP-partijcentrum De Olifant. Tijdens de dienst is zijn veelzijdigheid door de verschillende sprekers naar voren gebracht. Giriasingh was aangesloten bij verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties. DNA-voorzitter Jennifer Simons was er ook om haar collega-DNA-lid vaarwel te zeggen. Deze laatste groet, hoewel onvermijdelijk voor ons allemaal, is altijd zwaar. En wat we ook aan elkaar zeggen, die woorden nemen het verdriet niet weg. In ons leven betekenen we voor alle mensen die we tegenkomen iets anders. We hebben van verschillende kanten vandaag toespraken gehoord. Van familie voor wie hij een bepaalde plaats had, van zijn vrienden, van Komewene, van de Lions. En wij in de Nationale Assemblée hebben ook met hem gewerkt. En er zullen nog meer mensen en organisaties zijn die we misschien vandaag hier niet zullen horen. Het teken, de mens, Shailendra Giriasingh, dat hij dus een brede ankering had in de samenleving. En het tekent ook wat ik heb gezegd, dat wij, elk van ons, voor verschillende mensen met wie we leven, iets anders betekenen. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat het overlijden van Giriasingh als een schok aankwam. Ondanks het bekend was dat hij gezondheidsproblemen had, was hij nog levenslustig. De stem van Komewene is er niet meer, zegt Santokhi. Volgens de VHP-voorzitter was Giriasingh van plan om terug te komen naar Suriname om strijd te leveren voor het volk van Suriname, maar bovenal voor zijn district. Dat was Giriasingh. Beide mensen, dan begrijp je hoe groot de schok is als we het bericht kregen dat hij helaas zijn opdracht die hij graag gewild had niet zou kunnen vervolgen. Shailendra was ons zeer dierbaar. Een man met gevoel voor wat anderen bewoog. Levend vanuit de diepte van zijn ziel, een man die zijn ogen niet kon sluiten voor onrecht en leed. Gesteund door zijn familie en gezin was hij een onvermoeibare werker, een onvermoeibare vechter. Hij gaf met zijn daden betekenis aan woorden als gemeenschapszin, welzijn, solidariteit. En menselijke waardigheid. VHP-voorzitter Santokhi vandaag bij de uitvaartdienst van Shailendra Giriasingh, die op 7 oktober in Nederland is overleden. Na de dienst is de stoet vertrokken naar het crematorium te weg naar zee. Giriasingh is 62 jaar geworden. Hij laat een vrouw en 2 kinderen achter.